Dus ja, hoe gaat het dan? Op zondagavond, ik was bij vrienden van mij in Veenendaal. En daar werd ik gebeld door haar, door mevrouw Krikke. Die vertelde mij, commissaris, ik ga mijn ontslag indienen. Zometeen stuur ik een filmpje de ether in of de internet op, waarin ik dat aankondig. Nou, toen heb ik heel snel gehandeld. Ik ben toen 's avonds hier naar het stadhuis gekomen. Ik werd natuurlijk gebeld ook door een wethouder met het nieuws. Of nadat ze het bekendgemaakt had. En toen ben ik hier naartoe gereden, heb ik de hele avond zitten vergaderen met het college. En nu twee wethouders afgetreden diezelfde week, de burgemeester weg. Ik vind het wel mooi dat je dan ook als commissaris gewoon daar een mooie rol in kunt spelen. En toen heb ik met hen gepraat over wat mijn plannen waren. Want ik ben dan verantwoordelijk als commissaris om snel een waarnemer te benoemen. Dat is ook echt de taak van een commissaris. Dus ik heb met het college zitten praten, gezegd ik wil morgen de fractievoorzitters op mijn kantoor spreken. Die zijn ook geweest, dat is het bekende gesprek geworden. Waarin ik ook de naam van meneer Remkes kon vertellen, want die had ik natuurlijk in het weekend gebeld. En gelukkig zei hij, Jaap, als jij mij nodig hebt en Den Haag heeft me nodig, dan doe ik dat. En daar ben ik zelf erg blij mee en denk dat Den Haag er in overgrote meerderheid ook blij mee is. En is het dan zo dat u Johan Remkes dan eerst nog eventjes polst, bijvoorbeeld op die zondagavond nog, van even nog een berichtje sturen of even bellen van, dit is de situatie, ik zou je graag willen hebben, ik denk erover na? Of... Ik heb hem op zaterdagmiddag gebeld, toen ik dus het ernstige gevoel kreeg. Niet dat ik gebeld was door iedereen, maar gewoon, ik denk ik moet rekening houden met. Toen heb ik hem gebeld, ik zei, Johan, ik schat in dat dit zou kunnen gebeuren. Ik weet niet of het morgen, overmorgen, maar ik hou rekening met de mogelijkheid. Die stad moet heel snel een stevige waarnemer hebben. Stel dat het zover komt, mag ik jou dan bellen? Hij zei, Jaap, daar zal ik even over nadenken. En toen, eigenlijk op het moment dat mevrouw Krikke haar aftreden aankondigde, belde hij mij en zei, Jaap, als je me nodig hebt, dan ben ik er.